Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Grand Scenic TCE 130 in de uitvoering Celsium met een LPG G3 gasinstallatie. Deze auto is van december 2010 en de kleur van de auto is Noir Etoile, zwart metallic. Deze auto heeft onder andere mistlampen voor, 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint privacyglas achter. En het is dus een Grand Scenic, dat betekent dat hij zo'n 25 centimeter langer is als een gewone Scenic. Aan de achterkant parkeersensoren en een trekhaak. De vulopening voor LPG zit hier achter het benzineklepje weggewerkt. Hier gaat dus uiteraard gewoon de benzine in en hier kun je een verloopnippel op schroeven om de gasinstallatie te vullen. Hier de bagageruimte van de auto. Die kun je eventueel afdekken met deze. Hier achterin haken om eventueel plastic tassen aan vast te maken. En nog een 12 volt aansluiting, stroomaansluiting. Hier achter onder de mat ligt de LPG tank. Daar zit nog de witte plaat in verband met de trekhaak. Het gereedschapssetje ligt daar ook. En het reservewiel had ik er even uitgehaald. Maar die zit los in een hoes. Die kun je dus eventueel achterin leggen. Of als je de ruimte nodig hebt, dan laat je het reservewiel thuis. De auto heeft drie aparte verstellen achterstoelen. Dus je kan deze ruimte uitbreiden door de hoedenplank eruit te halen en de drie stoelen te verschuiven. Weg te klappen of eventueel er compleet uit te halen. Hier achterin dus drie aparte verstellen achterstoelen. Alle drie met een hoofdsteun en een driepuntschordel. Die kunnen dus allemaal in de lengte verschoven worden. De rugleuning kan er een klein stukje versteld worden. Maar die kunnen ook weggeklapt en er helemaal uitgehaald worden. In de beide achterportieren zitten de zonneschermpjes ingebouwd. Hier een ventilatieopening die je open en dicht kan zetten vanaf hier. Achterin ook twee vliegtuigtafeltjes. En hier nog extra bergruimte. Onder de middelste stoel zit nog een extra 12 volt aansluiting, stroomaansluiting. En aan de zijkanten zitten nog schuifladers. En in de vloer nog extra opbergvakken. Hier in het voorportier zit de bediening van alle vier de elektrische ramen en de kinderbeveiliging. Als je die indrukt gaat het rode lampje branden en dan springen de deuren achter op het kinderslot. En achterin kunnen de ramen niet meer bediend worden. Hiermee kun je de linker of de rechter buitenspiegel verstellen met die vier pijltjes. De bestuurdersstoel heeft hoogteverstelling. Onder de beide voorstoelen zitten schuifladers. En aan beide kanten voor in de vloer zitten nog opbergbakjes. Hier links naast het stuur het verlichtingshendel met een automatische stand. In die stand worden de lichten automatisch via de lichtsensor bediend.
Hier op het dashboard de koplamp hoogteregeling, de regelbare dashboardverlichting, de knop om de traction control uit te schakelen en de knop om te schakelen tussen benzine en LPG. Als je die indrukt, schakel je dus over en met deze ledjes, daar knippen nu een blauw ledje, met die hoeveelheid ledjes geeft hij aan hoeveel LPG er nog in de tank zit. De tank is op dit moment helemaal leeg zelfs. Hier op het stuur zitten de bedieningsknoppen van de cruise control en de snelheidsbegrenzer. De hoofdschakelaar die daarbij hoort zit hier. Hier selecteer je de snelheidsbegrenzer. Zo staan beide systemen uit of de cruise control. En met plus en min stel je de snelheid in. Met 0 schakel je hem uit en met R pakt hij de oude snelheid uit het geheugen. Het ruitwisserhendel. Die heeft een automatische stand. In die stand worden de ruitwissers automatisch via de regelsensor bediend. Aan het uiteinde van dat hendel de knopjes van de boordcomputer. Hiermee kun je op en neer bladeren door de informatie van de boordcomputer. Daaronder zit de radio stuurbediening. Hier kun je de belangrijkste radiofuncties met handmatig stuur met de vingertoppen bedienen. Hier zit bijvoorbeeld een rijrolletje achter voor de voorkeurzenders. En je kan hier de telefoon bedienen. Hiermee pak je de telefoon op en hang je hem op. En hier kun je je telefoonboekje benaderen en eventueel hier de stembediening van de telefoon activeren. Hier dus het dashboard van de auto. En rechts daarnaast het navigatiescherm. Het dashboard heeft 6 voorgeprogrammeerde layouts. Dus je kan de instellingen van het dashboard, hoe het dashboard eruit ziet, met dit knopje in 6 verschillende standen zetten. Hier de knop van de alarmknipperlichten en de centrale portierverhendeling. En hier de radio. Dat is een radio met CD-speler. Die kan ook CD's met MP3-bestanden aan. De mogelijkheid dus om je telefoon te verbinden via Bluetooth voor zowel telefoneren als voor audiostreaming. Je kan dus ook muziek vanaf je telefoon via de radio dan afspelen. En hieronder zit de auxiliary ingang. Dus je kan eventueel ook een extern muziekspelertje op deze radio aansluiten. Hier het paneel van de climate control van de automatische airco. Die heeft 2 klimaatzones. Je kan dus links en rechts een andere temperatuur instellen. En gewoon 1 knop om de boel te ontwaarschuwen bijvoorbeeld. Hier zit dus die aux-ingang. De stroomaansluiting, 12 volt aansluiting. Is in deze auto niet gerookt. En hier de bedieningsknop van de automatische parkeerrem. Die gaat dus automatisch. Dus op het moment dat je de motor uitzet, dan springt hij op de handrem. En op het moment dat je wegrijdt, springt hij er vanzelf af. Maar hier kun je eventueel handmatig de handrem erop zetten. Of de handrem door hem in te drukken er weer afhalen met de hand. 6 versnellingen. Hier de startkaarten. Die gaan hier in de kaartlezer. En dan met de startknop start je de auto. En met dezelfde knop zet je de motor ook weer uit. Het navigatiesysteem, die heeft dus daar het display zitten, is een TomTom navigatiesysteem. Die heeft hier een SD-kaart zitten. Daar staat in dit geval de wegenkaart van Europa op. En die kaart kun je ook thuis in de computer updaten of eventueel uitbreiden. De bediening daarvan zit hier op de middenarmsteun. Deze hele console is in de lengte te verschuiven eventueel. Bovendek kun je ook nog een stukje verzetten. Hier zit dus alles qua navigatiebediening. Hij heeft dus geen touchscreen, maar je bedient hier alles met deze sneltoetsen en met dit joystickje. En indrukken is enteren. Hieronder zit nog een flink opbergvak. En als je aan de voorkant een knopje indrukt, zit daar nog een klein bakje onder ook. Hierbovenin dan een intern communicatiespiegeltje. Dan kun je eventueel kinderen achter in de auto in de gaten houden. Microfoon van Handsfree Car Kit. Hier het dashboardkastje. Deze wordt gekoeld door de airconditioning. En hier de boekjes van de auto. Hier de boekjes van de auto. En de beide startkaarten.
Deze auto heeft twee identieke startkaarten. En de auto is bij ons in onderhoud geweest. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.